Vandaag wil ik het gaan hebben met jullie over voordelen van een rijbewijs hebben. Ja, en alles eigenlijk. Normaal ga je misschien met het openbaar vervoer. Misschien zeggen je ouders van ja, maar dat is goedkoper. Ja, dat klopt. Maar aan langere termijn is het wel goedkoper om een brommer of zo te hebben. Geen mensen die aan bellen zijn. Geen irritatie aan mensen die heel de tijd op je telefoon zitten te kijken. Allemaal mensen om me heen zaten, wat ik gewoon echt niet chill vond. Zo, een goedemorgen dames en heren. Welkom bij deze nieuwe video. Vandaag wil ik het gaan hebben met jullie over voordelen van een rijbewijs hebben. Stel dat je brommerrijbewijs niet mag halen van je ouders of dat soort dingen. Laat deze video zien. Ik ga hun proberen overtuigen dat jij je brommerrijbewijs mag halen. Punt 1 is toch, het is makkelijk. Ja, en alles eigenlijk. Normaal ga je misschien met het openbaar vervoer. Misschien zeggen je ouders van ja, maar dat is goedkoper. Ja, dat klopt. Maar aan langere termijn is het wel goedkoper om een brommer of zo te hebben. Als ik met het openbaar vervoer ga naar mijn werk, dan ben ik ongeveer een tientje kwijt om zeker op en neer te komen. Misschien zelfs iets meer. En dat is nog maar één dag. Het voordeel van een brommer voor 7 euro, 8 euro. Ligt eraan wat voor brommer je hebt. Maar als ik hem vol wil gaan tanken, ben ik ongeveer voor 8 euro. Is ben ik een hele week gedekt alleen naar het werk. En dat is dan voor een hele week. Nou, uiteraard dan gaan ook wel kosten bijkomen, zoals verzekering. Daar heb je ook weer opbouwende kosten voor en zo. Maar uiteindelijk, als je alles op elkaar gaat uitrekenen, dat je kosten kwijt bent per maand, dan ben je eigenlijk al vrij snel. Ja, ligt eraan hoeveel je ook rijdt hoor. Maar kijk, als je alleen maar de straat uit hoeft of 5 minuten van je werk af, dan moet je geen brommer gaan kopen, want dan, ja, dat heeft bijna geen nut. Misschien voor de sommigen die benieuwd zijn, ik heb een all-risk verzekering op deze brommer. Ik heb een all-risk met diefstal verzekering. Volgens mij is all-risk ook diefstal. Ik weet niet. Maar ik weet dat ik all-risk heb en dat er diefstal in zit. Ik weet niet hoe dat bij normale andere verzekeringsmaatschappijen zitten of zit. Ik weet dat je WA, WA Plus en all-risk hebt. Het is voor je eigen ook beter. Je bent sneller op plaats van bestemming. Nu moet je bijvoorbeeld naar een bushalte lopen. Moet je daar nog, ik zeg, 5 minuten wachten. Dan moet je naar het, voor mij in ieder geval dan, moet ik naar het busstation, het grote, naar Nijmegen Centraal. En dan moet ik naar een bus pakken naar mijn werk. Dus voor mij is dat eigenlijk, ik maak dan een hele grote hoek die ik eigenlijk helemaal niet hoef te maken. Dus dat is wel heel chill. Dat het bespaart heel veel tijd. Ik ben er ongeveer met 30 minuutjes ben ik ongeveer op mijn werk. En als ik met de bus ga, dan ben ik ongeveer zeker 3 kwartier kwijt. Dus qua tijd bespaart het heel veel. Qua geld bespaart het. Ik kreeg een vliegje in mijn bakkers, dat is ook heel lekker. Maar qua tijd bespaart het heel veel. Qua geld bespaart het heel veel. En het is voor mij, ik vind het heel chill om lekker op de brommer te zitten. Geen mensen die aan bellen zijn. Geen irritatie aan mensen die heel de tijd op je telefoon zitten te kijken. Nou is het ook wel dat je niet op je telefoon moet gaan kijken als je op je brommer zit. Maar dat vond ik altijd wel een punt dat dat een van de nadelen waren. Sommige dingen irriteer ik me mateloos. Irriteerde ik me mateloos aan het feit dat er allemaal mensen om me heen zaten. Wat ik gewoon echt niet chill vond. En je bent veel vrijer ook. Je bent gewoon, zodra je ergens naartoe wil, dan kun je gewoon gaan. Normaal moet je altijd gaan kijken van, oh, hoe laat komt die? Oh, dan moet ik precies weten, want moet ik op tijd weer terug zijn, want anders dan mis ik de laatste bus, weet je. Ik zeg maar wat. Ja, hey, met de brommer kun je blijven staan waar je wil en kun je gewoon zo lang blijven zitten. En als jij 2 over vertrekt, dan vertrek je 2 over, weet je. Dan hoef je niet op wel eens een 5 over bij de bushalte te staan. Dus het is gewoon, qua tijd is het heel fijn. Het zal je alleen maar beter maken. Vaak is het ook 9 van de 10 keer ook wel sneller als je met een brommer gaat dan met de auto. Dan zou je denken van, ja maar Mark, met een auto rijd je toch veel harder? Ja, dat klopt. Maar je mag op veel meer wegen dan auto's. Kijk, als brommer rijden, dan mag je wel eens een straat inrijden waar een auto niet in mag rijden. Zeg een eenrichtingsweg of zo. Ik ga bijvoorbeeld niet met de brommer naar Groningen toe. Ja, dat ga ik niet doen. Met een auto zou je dat sneller doen dan met een brommer. Het is niet dat het niet te doen is. Hè. Dus, kijk, als je echt een trip ervan wil maken om vanuit hier naar Groningen, dan doe je dat gewoon. Maar ik
kantje afgaan. Heb jij nog voordelen van een brommer of überhaupt een rijbewijs hebben? Laat weten hieronder in de reacties. Wil je meer van me zien, dan abonneer je maar eens mooi op mijn kanaal. Vond je deze video nou tof, geef dan zeker ook een duimpje omhoog. Dan is er nog maar één ding om te zeggen en dat is tot de volgende keer. Hey, hoi hoi!